Nou, dat is een leuk initiatief van een groep mensen die een aantal maanden geleden de koppen bij elkaar stak en een mooie gala had georganiseerd. Met zo'n kleine 400.000 euro opbrengst van de galaavond om te besteden aan het opknappen van speeltuinen. En ik heb toen de tijd gezegd van joh, en als jullie erin slagen om zoveel geld bij elkaar te sprokkelen, dan doe ik een middagje mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We staan nu in een speeltuintje in West en daar komt een nieuw gebouwtje waar de kinderen te hoog en droog kunnen spelen. En het oude gebouwtje staat hier en dat gaan we vandaag bijvoorbeeld weghalen. Niet alleen symbolisch, het gaat echt weg, want het nieuwe gebouwtje moet al volgende maand hier neergezet worden. We hebben op de veiling heel veel geld opgehaald en door verschillende veilingitems te veilen, van een week naar Ibiza tot en met een middagje meehelpen met de burgemeester een speeltuintje opknappen, dat is dus echt vandaag. En dat geld gaan we dus ook aan de speeltuintjes besteden. We hopen al in december met de realisatie daarvan te gaan beginnen. Dus wij hebben haast, maar die kinderen die zitten anders in de kou. Ja, nee. En heeft u van de burgemeester al een vergunning gekregen? Het is eigenlijk een hele oude traditie in Rotterdam. Wij kennen de traditie van mooie, betrokken familiebedrijven. En die hebben een grote mate van betrokkenheid bij de stad. Een mooie stad, dat waarderen zij enorm. Daar willen ze ook financieel aan bijdragen. Dat was zo'n kleine 100 jaar geleden met Van der Mandelen bijvoorbeeld. Die ook heel veel mensen om zich heen had verzameld samen met de toenmalige burgemeesters. Om geld in te zamelen gedurende diners op het stadhuis. Om mooie dingen mee te doen in de stad. En zo is bijvoorbeeld de bouw van de wijk Vreewijk ook begonnen. Er zijn altijd bekende particuliere initiatieven in de stad. Het Feyenoordstadion is ook zo gebouwd. Boijmans van Beuningen, de naam zegt het al, Boijmans. Is ook een belangrijke geldschieter geweest voor het museum. Nou, bent u niet alleen maar cosmetisch bezig, hè? Dat huisje moet af vandaag. Ik moet echt af, ja. Ik heb daar ook een speciaal overal voor aangetrokken. Er zijn twee redenen om dit nu even dit gesprekje te doen. Eén, omdat u erom vraagt. En twee, omdat ik, als ik dan in de bouw werkzaam ben, dan geldt er een cao. En dan mag je ook schaften. Dus ik heb een kop koffie.